We gaan wandelen. We hebben onszelf vandaag een beetje gedwongen om te gaan wandelen. Want eigenlijk zijn we alleen maar met dat hele mooie blauwe boek bezig. Ja. Dat hele mooie blauwe boek. Je moet er tegelijk wel een beetje naar beneden kijken, want het is een beetje slecht pad. Dus dat ga ik even doen. Later meer dus daarover. En weer door naar Ruud. Back to you, Bob. Goedemorgen, het is weer een maandag. Kijk, met daarachter de camping in de verte lopen we hier door dit prachtige landschap. Hè? Je hoeft niet ver. Nou, even kijken hoor. Wij kwamen die meneer daar tegen. Kunnen jullie die nog zien? Want we gingen die kant op lopen. En toen kwam die, hey perro, perro of zoiets. En toen zei jij nog, dat betekent hond. Ja, maar hond, maar het was perra. Perra. Ach, we moeten echt Spaans leren. Ja, dus ik draai even de camera om. Ja. We hebben dus de waarschuwing gekregen van die meneer. We lopen door een gebied waar vandaag gejaagd wordt. Ja. Oh, dat prikt iets. Was dat jouw stok? Geen idee. Word ik ook nog door mijn eigen vrouw aangevallen. Dus we lopen door een gebied waar nu gejaagd wordt. Dat schijnt aangekondigd te zijn. Die meneer wil geen aanbevelingen doen, verder lopen of teruglopen. Maar, zegt hij, je loopt door een gebied waar gejaagd wordt. 12 mannen? Ja, er zijn 12 mensen aan het jagen. En... hij zegt, als de politie je ziet, krijg je een vette bekeuring. Want je mag hier dan simpelweg niet lopen. Corto privado. Geen bordjes gezien. We hebben die bordjes gemist inderdaad. Ja. Dus, het gaat nu die kant op maar. We ontvluchten het gebied. Even kijken. Oh, het staat hier een auto zelf. En aangezien we dat blauwe boek niet in de caravan kunnen laten liggen, willen we geen kogel door onze pet. Om maar even op zijn hennies te zeggen. Ja, dat is een mooi raadsel. Dus we lopen nu verder over dit pad. Vrij zichtbaar. Henny Buk is een schieten. Dus we lopen zo zichtbaar mogelijk over een breed pad dit gebied uit. En dan zoeken we een andere route voor vandaag. Dus, de trek van deze wandeling mogen jullie natuurlijk hebben. Maar wij gaan nu niet lopen. Wij zoeken wat anders en we zien wel waar het schip gaat stranden. Ja, dan zou je denken, wat? Grote gebouwen. Ja. Wij zijn aan het proberen een alternatieve route te vinden. Wat je zojuist zag was de ontziltingsinstallatie bij... richting Isla Plana vanuit Puerto de Mazarrón. Schijnbaar een van de grotere van Spanje. En Stef weet hier een paadje. En we gaan kijken of daar bordjes te vinden zijn over de jacht. Want ja, laten we eerlijk zijn. Om nou met je knarretje in een jachtpartij te zitten. Oh, ik zie het al, het pad aan het einde is dicht. Ik weet niet, dat is voor jullie waarschijnlijk nog niet te zien. Daar is een rood lint over de weg gespannen. Kan ik inzoomen eigenlijk? Ik ben nog aan het leren hè, met dit ding. Even kijken. 1, zo, even kijken. Ja. Oh, kijk. Ik weet niet of het zo te zien is, maar daar is een rood lint gespannen over de weg. Ik ga er eens even met Stef over praten. Nou, volgens Stef is dit altijd dicht. Dat zal dus gewoon zijn om
auto's buiten te sluiten. Dus wij gaan er gewoon omheen. En over dit paadje, dit prachtige gebied in. Ja, dit is helemaal nieuw. Hier zijn we nog nooit geweest. Dit lijkt vrij veilig. Want er zijn net ook een paar mountainbikers, zoals je daar in de verte kunt zien, ons voorbij gereden. En ja, we gaan een alternatieve weg lopen. Ergens bovenlangs, zei Stef. En ik zal je zo laten zien. We schijnen een indrukwekkend klimmetje te moeten gaan maken. We hebben nu dus die jongens met hun mountainbike er ook omhoog gaan. Het is niet makkelijk te zien, maar we gaan daar naartoe. Dus, die mountainbikers hebben er maar moeite mee. We lopen ook echt door een, een uitgesleten rambla. Het is wel allemaal goed te doen, maar ja, zonder trek is dit lastig uitleggen waar we lopen. Het is wel weer een mooie omgeving, joh. Nou, dit is toch een andere tak van sport nu. Dit is een grof pad, wat best wel steil omhoog gaat. Dus, even afzien, maar je hoort hier niets behalve je eigen voetstappen en je eigen geheig. Kijk, en daar ligt de camping. Bijna boven bij zo'n paadje. Zien jullie dat grijze daar in de verte? Daar moeten we ook nog omhoog. Dat wordt een echte uitdaging. Nou, deze is dus zo steil, alsof je een steile trap oploopt. Dat is natuurlijk moeilijk te zien, maar ik ga me eventjes omdraaien naar de volgloops. Kijk, dan moet ik helemaal naar beneden richten. Daar komt het naar boven. En ik moest het nu even zeggen, Henny lacht, hè? Ja, ze doet het nog. Maar kijk eens wat een prachtig overzicht je hier ook hebt. Bijna midden in beeld zie je de camping. Dan links van de bult Puerto de Mazarrón en daarachter Bol Nuevo. Prachtig gezicht. En nu tegen de zon in. Verder de trap op. Ik zou zeggen wel eens ooit, de jeugd heeft de toekomst. En Brigitte die stekkert gewoon naar boven. Terwijl we nu te maken hebben met twee afvallers. Zo, wij zitten nu boven. Ja. Dat was een hellinkje. Kijk, en daar komen Stef en Annie naar boven. Zo, die was wel stijl, hè? Ja. En dan ben je dat hellinkje over. Dan kom je in een totaal ander gebied. Moet je kijken. Wel wind. Ineens van zee. Dus ik hoop dat het niet te veel herrie maakt. Maar kijk, daar beneden ligt Isla Plana. Wat een leuk stukje wandelen dit is. Stef zit net te vertellen dat als wij nou de jachtroute hadden gelopen, waren we daar zeg maar naar beneden gekomen zo. En dan verder naar Isla Plana. Wat een prachtig uitzicht, hè? Prachtig. Heerlijk. Wij kregen zoveel de vraag van heel veel mensen. Waar is Jannie toch? En het is nu maandag, maar Jannie is er niet. Nee, Jannie, de vorige keren waren we wandelen op een vrijdag. En waren we dus
is zij dus wezen fietsen. Er gebeurt wat aan de zijkant. Volgens mij viel Henny van de hak. Henny viel van de hak, ja. Maar in ieder geval, op vrijdag fietst Janny altijd. En op maandag loopt ze mee. Maar ze was, nu had ze echt een flinke verkoudheid te pakken. En we zijn met z'n vieren. Ja, want we hebben een lachende vervanging. Ja. Dat is Henny. En Henny stort nog alles een keer om, dus we lopen voorzichtig. En dan kom je zo via een omweggetje aan de bovenkant van Isla Plana uit. Een prachtig achterland heeft dat, hè? Dat is echt wel de moeite waard. En wederom een leuke wandeling vanaf de camping. Wij doen dat graag. Dan gaan wij, dan lopen we naar Isla Plana. Dan gaan we bij Local Social zitten. En dan drinken we wat. Een koffietje, een biertje, een wijntje. Altijd gezellig. En je zit daar prachtig in het zonnetje. Aan zee. En wat wil je nog meer? Hè? Zeker nu met dit weer, na een paar dagen slechter weer. Het wordt vandaag gewoon weer 20 graden. En kijk eens hoe mooi die blauwe lucht is. Kun je achter mij zien. Heerlijk. Kijk, en dan kom je aan de bovenkant Isla Plana binnen en aan de benedenkant bij de zee en de prachtige palmbomen. Kom je dan uit en dan moet ik even oriënteren. Ah, dan moeten we naar rechts voor het Local Social. Maar eerst eventjes over zee uitstaren natuurlijk, hè. Kijk, voor de mensen die het kennen, daar is dan Local Social met het terras onder de palmbomen. En daar gaan wij lekker een bakje doen. En dat is dan denk ik ook meteen het einde van deze wandeling. Want we gaan gewoon door de Rambla terug naar de camping straks, denk ik. Maar nou, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Wij wel, het was onverwachts anders. En toch heel erg leuk. Even overnieuw. Hallo, dat heb ik al weer geknipt. Ja, doe maar. Beste mensen, goedemiddag. Ik ben... is net uitgelegd, hè? Of, dat is de ondersteuning. Ja. Plus en min, hij staat nu op 3. Ja. Hij gaat tot 5 op de plus. Ja. En je kunt hem terug naar 2, 1, 0. Dus okay, heb je helemaal geen ondersteuning. Dat is remmen en, dit is een gewoon normaal derailleur schakelwerk. Oké, prima. Ga en kijken. Ik... nou, hij fietst lekker, hoor. Ja, zeker wel. Ik had het over Stef voor Jannie. Oh, sorry. Maar je weet, ik heb een Frank op papier. Ja. Ja, maar ik zeg, hij fietst lekker weg. Ja, maar Stef, als niet fietser, valt het mij op dat hij in één keer wel weg gaat. Ja. Het is heel simpel. Dit is omhoog schakelen. En dit? Ja. Dus zo dus gaat hij kan iets harder. Ja, je gaat dan gewoon zwaarder trappen. De totale testing. En hij staat nu op standje 3. En als je zegt van ik wil meer of minder, dit is minder en dat is meer. Oh ja. Een stickertje zit er nu nog op. Ik kan het wat zeggen. Ik dacht dat jij wat ging zeggen. Dat jij wat ging vragen. Jij moest zeggen. Je moet je maar voorstellen. Ik ben Jannie. Zet hem zo vast. Dat is mooi, hè? Dat zadel kun je ook inderdaad heel mooi en snel in. Amo, dat is toch wel. Dan kijk toch wel laag. Die is dicht. Breed, ja. Zo, ja. Dan moet je eerst even de fiets vastpakken. En dan zeg je tegen Ruud. En dan ga ik even uit beeld. Ik ben Jacqueline en ik test de Engwee L20. Engwee. Ik ben Jacqueline en ik test de Engwee 2000. Nee. Nog een keer. Hoeveel? Ik ben ja. Oh. De bloepers hebben we al. Ja? Ja. De, hoeveel zei je? 1120? Nee, 11. Een Leo. Ah, 1120. Ah, de L. 20. Oh, ja. Anyway. Hallo, ik ben Jacqueline. Zeg, verdomme. Ja, kom, haar doen we.
Ik ben Jacqueline en ik test de Ringway Elde. 20. Oh ja, nog 20 erbij. Ah, dat is leuk. Let op. Dit is Jacqueline en zij test de Ringway L20. Correct. Tot de volgende.